Hartelijk welkom allemaal. Veel bekende gezichten. Vorige keer hebben we één patroon laten zien en daar hebben we heel veel dingen van geleerd. Dingen die wel en niet moesten. En nu zijn we weer veel verder, want we hebben niet alleen drie kamerwoningen. Doe maar, klik maar door. Ik denk dat we straks wel naar de patroon zelf gaan kijken. Ik ga een beetje verplaatsen tussen de mensen door. En dan ga ik een beetje vragen stellen. Die vier kamer. Ik wil zo'n woning, dat het de dichte keuken werkt. Moet ze zijn moeder naar boven brengen, naar beneden brengen. Als de keuken beneden is, moet ze naar de slaapkamer naar boven. Ja, dus we moeten vijf kamers wonen maken gelijk voor. We willen. Ja. Als je de mensen vraagt over keuken, iedereen wil dicht. Men denkt van ja, er is meer vraag naar open keuken, nou dus niet. Ja. We hebben hier iemand die wil het open keuken, dat is ongelooflijk. In de woonkamer of in de keuken, maar dan kan ik ook weer een schijfdeur. Dat is de briljante oplossing. Authentieke zijn die vrouwen die graag ja, eigenlijk beslissen van ja, ik wil de huis weer of ik wil hem niet. Nou, ik ben niet zo echt goed met dit plattegrond. Ik weet niet wat het echt allemaal is. Misschien moeten we gewoon ook maquettes gaan maken. Dat zou een hele goede zijn. Dat is gewoon makkelijk voor mensen. Het is geen tuin. Ja, dat ga ik vertellen. Want wat willen we? Maar dat weet ik. En dat vind ik ook opschrijven. Kijk. Ja, het is een lekker barbecue. Je gaat geen verkeerde dingen bouwen. Want als je iets verkeerds bouwt, moet je slopen. Dat lijkt me niet duurzaam. Dus, weet je, mannen andere kant en vrouwen lekker chillen in de keuken. Of mannen in de keuken.